Dit is de Marienplatz. Dat is de plek waar de PSV-supporters voor de wedstrijd van woensdag tegen Bayern München in München moeten samenkomen. 4000 zijn het er die hier in de stad zijn. Maar hier op het plein zijn ze niet. En dat heeft alles te maken met dat. Het is slecht weer en het is nu dan wel heel even droog. Maar je ziet het ook wel aan de natte tegels. Het regent constant. En dus zoeken de meeste fans hun heil daar, onder parasolletjes en binnen in kroegen en in de stad, in de metro en dat soort plekken. Maar ze kijken wel uit naar de wedstrijd van woensdagavond. Nou ja, hebben jullie er een beetje zin in? Dat is alvast de eerste en belangrijkste vraag misschien wel. Ja, we hebben er hartstikke veel zin in. Ja. Ja, waarom dan? Nou, ik denk dat we vanavond een mooie overwinning gaan maken. Ja, hoe wordt het? 0-2. Okay. Ja, bluffen kan altijd. Bluffen kan altijd. Ik zie hier iemand lachen. Ja, nee, gelijkspelletje. Dat is mooi. 1-1. Ja. Hoe zijn jullie hier? Wij zijn met de auto. Ik ben met mijn zoon vanmorgen aangereden. En een andere groep, mijn broer, die komen er zo aan. Die zijn met z'n vijven, dus dan gaan we dadelijk samen gaan we naar het stadion toe. Ja. We krijgen hartstikke veel kansen en het moet toch een keer gaan lukken. Ja, wat denkt u? Deze keer gaan de penalties er gewoon in. Geen probleem. We hopen natuurlijk het beste. Op papier zal Bayern winnen, maar PSV heeft toch al laten zien dat ze gewoon goed uit de hoek kunnen komen. Dus we, ja, wie weet. En zijn dit nou wel de wedstrijden waar je het voor doet, de mooiste wedstrijden? Ja, natuurlijk. Ja, dit is de top van de wereld en dan mogen we tegen spelen. Dat is toch geweldig. Ja. Ja. En we maken een kans ook zo. Ja, natuurlijk. Wij maken altijd kans. Hoeveel wordt het? 0-1. Stiekem.